Caroline, sta al hier, ik bedrijf. Morgen, Conrad. Hey. Morgen. Wat maak jullie hier? Moest het goed, jij zou ons kon zien. Sergeant, mijn lief heeft ons weer hier geleden gebeld en gevraagd wat hij hier krijgt. Nou, ze moest het mij gebeld, maar ze heeft niks gezegd dat jullie ook hier moet wezen. Nie? Denk je dat dit iets met Jonas te doen? Dat kan niet, dat moet anders. Nie. Dank je, Caroline. Jammer, jullie moeten mij wachten. Verkeer hier die kant is altijd een nachtmerrie. Alles in orde. Heb je hem gekregen? Jonas? Nee, nee, dat is niet. Ik heb het gevoel dat ik met jullie persoonlijk om inlig. Maar wat is dan in gang, Sergeant? Ik is bevreesd dat ik het slechte nieuws. Daar was gisteravond een voorval op dokter Koster's plaats. Jouw pa is ongelukkig oorlede. Ik kan niet veel zeggen hoe jammer ik is, nie. Weet jullie al wat gebeur het? Ons is niet zeker, nie. Dit lijkt of hij een inbreker op Heterdaad betrap het. Maar, dat is toch wachten en alarms? Ons weet ook niet hoe die inbreker voorbij al die securiteit gaat. Dat maakt net die zin, nie, sergeant. En wat sê? Ons vermoed, hy wou vir dokter Koster dwing om die kluis in die studeerkamer open te maken. Maar dokter Koster het heel waarschijnlijk doelbewust die verkeerde code ingetik om die alarm te laten afgaan. Ja, en obviously het niet gehelp. Louis, alsjeblieft. Vandaar af, dat was duidelijk een striweling en die inbreker is ook in die voorval oorlede. En dokter Koster, was hij, was het vinnig? Hij moest nog vir een rukkie gelewe het. Hij het die hekwagte gebel, maar toe hulle aankom was dit te laat. Ek is rarig jammer vir julle verlies. Die inbreker, wie was het? Ons kon hem nog niet identificeren, nie, maar ons maak werk daarvan. Dokter het nog mijn nummer, nee. Het is alsjeblieft niet hy vir hom te bel as julle enig iets nodig het, nee. Ek sal weer contact maak sodra ons meer inligting het. Dank je, sergeant, dat je ons persoonlijk in kennis kom stel het. Sterkte. Ek sal self my pad vind. Ons is niet een opleidingshospitaal, nie. Ik besef dit. Dus ik ga nou net eerst gaan mentor. Middag, was Conrad? Ons wacht nog voor hem. Ja, wat jy enig idee ook om aan ons gesprek? Ek het een spiesmaast, dit het iets te doen met cijfers. Dank je dat jullie gekomen het. Ek het ongelukkig slechte nieuws. Dat is mijn pa. Die politie was vroeger bij die huis. Ad is gisteravond op zijn plaats vermoor. Wat het gebeur? In die stadium lyk het na een inbraak wat skeef geloop het. Hy en die rover is al bij. Die story gaan later in die pers wees. Ek wil julle net self vertel voordat julle dit elders hoor. Ons waardeer het, Conrad. En namens allemaal. Ons is bitter jammer vir jou las. As al enig iets is wat ons kan doen. Wel, ek gaan vir 'n paar dae nie op kantoor wees nie. Ek moet uiteraard reëlings tref. So ek sal dit waardeer as jy dit voort kan hou. Vas so lank as wat jy nodig het, ons sal manage. Annelies, is jy okay? Waar is hy? Hulle het reeds die liggaam teruggebring Pretoria toe. Ek gaan later ry om die lijk by te ken. Nee, laat ek jy herkenning gaan doen. Onthou jou pa soos wat hy was. Ek waardeer het. Steve, ek gaan vir jou sergeant Malefie se kontak besonderhede stuur. Sy is die skakelpersoon. Weet sy kollegas by Karen al? Die politie sal hulle nog oppak. Heel gezond.